Omdat mijn huisarts weinig Parkinson ziet, heb ik het idee dat hij niet alle kennis in huis heeft om mij goed te helpen. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Heeft een van jullie daar een tip voor? Kan jij daar iets over zeggen, Marianne? Van als je nou het idee hebt dat jouw huisarts dat allemaal niet weet, hoe kan je daar nou mee omgaan? Ja, het mooiste zou zijn dat toch uitgesproken wordt, hè, in een gesprek tussen patiënt en huisarts. Ja, mooi. Dus jij adviseert eigenlijk van nou maak dat bespreekbaar met je huisarts. Van goh, ik loop ergens tegenaan en kan ik dat bij jou bespreken? Is dat wat je bedoelt? Mm-hmm. Ja? Had jij daar nog aanvullingen op? Nee, dat ben ik wel helemaal eens met Marian. Kijk, op zich denk ik dat niemand kan het alleen, hè. Altijd. Dus de neuroloog heeft zijn functie, de huisarts heeft zijn functie, mijn Parkinson zelf heeft zijn functie en alleen maar samen kan je dat plaatje volgens mij compleet maken. Ja. En het is zeker zo dat ik noem net de medicatie, ik vind ook niet dat ik dat zou moeten weten allemaal. Dat is ook het terrein van de neuroloog, dat is daar in prima handen, maar je moet het gewoon goed met elkaar afstemmen. Ja. Dat is, ja, jij noemt even een ideaal model voor de toekomst wellicht, maar ook op het wat eenvoudigere niveau zou het wel goed helpen als we elkaar wat vaker zouden informeren, bellen, ja. Eventjes. En ik denk dat dat voor mensen, maar dat kan jij misschien beter zeggen, Marjan, ook heel prettig is om het gevoel te hebben dat de mensen gewoon samen met elkaar zorgen dat het allemaal is afgestemd en van elkaar weten wat ze doen, et cetera. Mm-hmm. Ja, maar daar is nog wel wat te winnen, volgens mij. Nee, we zitten hier natuurlijk in een academisch ziekenhuis setting met veel wisselende specialisten voor jou bijvoorbeeld. Nou, je geeft aan van het zou helpen als specialisten of in ieder geval huisarts specialist met elkaar afstemmen. Anderzijds geef je eigenlijk ook aan, jij zegt heel mooi, ik leer juist heel veel van patiënten. Ja. Dus op het moment dat je als patiënt juist dus naar je huisarts gaat en dit soort dingen bespreekt, leert hij ook weer van de klachten waar jij tegenaan loopt. Ja. En zo kun je natuurlijk wel met elkaar daar samen in optrekken. En dat begrijp ik ook een beetje uit hoe jullie het de eerste jaren hebben gedaan. Ja. Dat je eigenlijk het allebei niet zo goed weet, maar wel samen kunt optrekken. Dus dat zou misschien in ieder geval een advies zijn